Yo, welkom bij de vlog. Deze week kiezen de opticiens de muziek in de voormiddag op Q-Music en ik heb eens gevraagd aan mijn collega's welke bril zij dragen. Dit is de bril van Marcia. Dit is Jolien. En dit is Heidi. Hier ga ik geen opticiens vinden, maar daarvoor ben ik naar Mechelen gegaan. Yo, ik ben Vincent en elke week ga ik een ander beroep uitoefenen. Of alleszins, proberen uitoefenen. Of kijken naar iemand die iets aan het doen is. Welkom bij You Make Us Play. Hallo. Dit is Céline. Dag Céline. Hoi. Céline werkt bij Optiek Vleerakker in Mechelen. Klopt. Geef eens een rondleiding door de winkel. Anders moeten we eens eerst naar buiten gaan. De etalage op zich is ook wel de moeite. Hè? Kunnen we ook zien dat we niet overreden worden. Ah ja, Optiek Vleerakker staat erop. Dus dit is de etalage. Ja. En wat is daar zo speciaal aan? Niet veel te vertellen. Nee. Oké, voor niks naar buiten gegaan. Nee, maar ja, kijk. En dan als je binnenkomt, een heel deel van de zonnebrillen. We doen een modeshoot. Ja, wat er ook nog bij hoort bij het werk, niet iedereen staat daar bij stil, is eigenlijk de brillen poetsen en terug op hun plaats hangen. Ah ja. Dat hoort er ook bij, hè. Saai. Ja, de veiligste optie is met een spray op de glazen. Dan, ja, propere vingers. Maar het stinkt ook. Nee, dat stinkt niet. Ik vind dat stinkt. En je doet dat met je vingers of met van? Propere vingers wel, hè. Propere vingers. En dan met een zachte doek. Voilà, poetsen. Kijk. We leren toch zoveel bij in mijn vlog. Moeilijk. Want ik doe gewoon mijn dingen. Ja, ik doe gewoon een ding, maar je moet een klein beetje uitleggen wat je aan het doen bent, hè. Heb je nooit voor de klas willen staan, Nathalie? Nee, nooit. Nee? Nooit. Oké. Okay. Ook nooit geen goede leerkracht gehad, dus. Oei. Geen ambitie. We gaan eigenlijk deze bril maken met die glaasjes daarin. En dan gaan we eerst het montuur aftasten, zodanig dat we de vorm hebben. Wow, dat draait. Ja. Dat is kei Star Wars. Hier op het toestel oproepen. En dan hebben we die vorm, wordt hier. Juist. En dan zetten we ons glaasje hieronder. Voilà, en dan kunnen we hier het glaasje zien op het toestel. En dan gaan we de ventouse erop zetten. De wat? Ventouse. Dit wordt eerst een plakkertje opgeplakt. Dit plakkertje gaat daar zo op. En dan wordt dit eraf getrokken. En dan zit de ventouse op het glas. Oké. Okay. En nu gaat het pas op de slijpautomaat. Ik vind dat een mooi woord. De ventouse. De ventouse. Zetten we het glas op de slijpautomaat. En dan gaan we op start duwen. Klein watervalken in de machine. Is hem klaar? Ja, voilà. Het glas is geslepen. Ah ja, is veel kleiner. Ja. Zeg, en moet je het van toeken er niet afhalen? Wat op die? Voilà. En croissant. Kijken. Baguette. Ventouse. Dat komt straks, hè. We gaan hem eerst passen of dat hem in het montuur past. Ah, oké. Okay. Ik ga ondertussen naar de winkel. Dag, hè. Jo. Mag ik mijn ogen eens laten meten? Ja, tuurlijk. Ik ga het licht uitdoen. En dan ga je zo meteen met één oog in de verte een gekleurde luchtballon zien. Mm-hmm. Of toch, dat moet een luchtballon voorstellen. En dan gaan we nu eens een keer kijken hoeveel Vincent kan lezen. Hè? Jij moet ook meedoen. Dus ik ga gewoon de camera zetten waar ik ook zit. En jij moet kijken of je het ook kunt lezen. Is goed? Oké, dan gaan we. D-H-O-F-K-V. Ah ja, zijn er nog daarnaast? Nee, dat zijn gewoon woorden. Nee, dat is voor ons. F-Z-H-O-D-O-C-P-V-D-K-F. Super. F-P-O-N-H-V, pronunciel ik. Ja. N-R-N-R-L-O. Hier van de bovenste? Ja, geen idee. A-B-C-F. Fout. Dus dan gaan we dat eens een keer doen met brilletje. Ik weet, het is niet de mooiste bril, maar het is wel echt een hele goeie. Hè? En nu is het R-E-O-P-F-V-N-L. 12 op 10, super. Uit vrij proper. Maar als je heel goed kijkt, zie je toch zo daarbovenaan zo wat witte wolkjes. Dat zie ik niet, hè. Ja, maar jij doet je bril nu niet op, hè. Ah ja. Ah ja, voilà. Bij u is alles een beetje vloek. Maar je moet ook rekening houden, ik heb die bril al wel 5 jaar, hè. Oké, okay. Dan ziet hem er wel goed uit. Mm. En dan stel ik nu voor misschien dat we uw bril gaan personaliseren en dat we uw naam er eens ingraveren, hè. Wauw, zo cool. Kunt je dat? Ja, dat kunnen we.
vastdraaien. En nu gaan we de lettertjes kiezen. Hè? Of heb je speciaal over zoeken? We kunnen er ook iets anders als uw naam in. Nee, ik denk dat we gewoon voor Vincent moeten gaan. Ja, we gaan eens kijken of dat al goed was. Maar we gaan dat straks inkleuren, hè. Voilà, dan maken we dat nu wit. Dan gaan we dat ook nog afkuisen. Voilà, hè. Mooi. Cool, hè. Heel cool. Voilà. Nu heel is cool. Die van u en dan helemaal van u. Ja. Céline, Nathalie, bedankt, hè. Graag gedaan, salut. Ik heb weer veel bijgeleerd. Ah, fantastisch. Horen we graag. Dag. Dag. Dankjewel, hè. Goed, dat was hem, de vlog. Merci voor het kijken. Als je het leuk vindt, geef een duimpje omhoog. Dat vind ik altijd heel leuk. Volgende week zijn het de pretparkmedewerkers waar ik op bezoek ga. En daar kijk ik wel keihard naar uit. Salut, hè. Ja, dus deze week begint de lente, 21 maart. Hè. Dus ik word boswachter vandaag, hè. Ja, die zijn met twee. Die zijn met twee. Dus een manneke en een vrouwke, hè. Dus die zijn bezig op dit moment, joh. Ja. Ah, fuck. Meen je het? Hallo. Gaat ze dat dan mee doen met dat hout? Stoken, hè. Oh ja. Gewoon eigen gebruik.